Na de vernieuwingen aan de Graafseweg in Nijmegen is wethouder Harriet Tiemes tevreden. Maar dat is niet iedereen. Paul Eigenhuizen van de politieke partij Voor Nijmegen.nu wil bewijzen dat de nieuwe situatie alleen maar voor meer verkeersopstoppingen zorgt. En hij heeft camera's gekocht om dat te bewijzen. De Graafse brug is versmalt van 2 naar 1 rijstrook op de Graafse brug. Waardoor er meer ruimte is gekomen voor de fietsers en minder ruimte is gekomen voor het autoverkeer. En mijn grootste angst is dat het opstroopt tot aan het Keizer Karelplein. Nou, ik heb een filmpje gemaakt, die heb ik ook op de social media gedeeld. Waarin duidelijk te zien is dat er inderdaad opstroopt tot het Keizer Karelplein. En ik krijg ook heel veel signalen van mensen die er dagelijks rijden, dat het opstroopt. In de Gelderlanden heeft de verantwoordelijk wethouder gezegd dat ze geen cent gaf voor mijn filmpjes. Dus vandaar dat ik op zoek ben naar 5 Nijmegenaren die geregeld op de Graafseweg rijden. Die gebruik willen maken van een dashcam, zodat ik filmpjes kan verzamelen. Ik wil gewoon gaan kijken van klopt het nou? Wat ik verneem van diverse kanten, van stroopt het nou op? Is er nou meer file als dat het voorheen was? Uiteindelijk zet ik ze natuurlijk op de website en op YouTube. Maar dan ook de filmpjes dat het niet opstroopt, maar ook de filmpjes dat het wel opstroomt. Dat is gewoon dat we een beeld krijgen van, nou, klopt het nou? Ze kunnen zich gewoon melden bij mij, paul@voornijmegen.nu. Ik heb 5 van die camera's beschikbaar. En ik wil graag dat ze wekelijks gewoon filmpjes naar mij sturen. En de dashcam mogen ze dan houden.